Hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar een vlog. Ik ga jullie weer meenemen in de winkel. Ik ga heel veel mooie bloemen maken. Ik krijg heel veel mooie dingen binnen. Er komt zo'n grote vracht met bloemen en planten. Dus daarin neem ik jullie mee. En ja, kijk gezellig mee. Vind je het leuk om eens een vlog te zien? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie het leuk vinden. Of laat een leuke reactie achter. En ja, kijk gezellig mee. Ik begin de dag altijd met de bestellingen die nu binnen zijn gekomen. Die doe ik allemaal in de map, zodat het allemaal weer netjes volgorde is. En ja, daarna gaan we buiten zitten en zorgen dat alles weer netjes staat en klaar staat voor de dag. Zo, we gaan beginnen met boeketten maken. Even de winkel goed volzetten. We hebben net de vracht binnengekregen. Ik was alleen eventjes vergeten te filmen in de drukte. Maar we hebben heel veel mooie planten binnengekregen en heel veel mooie snijbloemen. Dus die gaan we gauw in de winkel zetten en dan kunnen we verder met bloemen maken. Ik heb net ook wat andere leuke dingetjes gemaakt, dus die zal ik ook even laten zien. En we hebben de planten allemaal weer er mooi bij staan. Mijn nieuwe orchideeën binnen. Het is echt verschrikkelijk weer, maar hier staat het ook mooi vol. Het is ondertussen de volgende dag en ik ben weer druk bezig met bestellingen aan het pakken en ik ben ook met iets heel leuks bezig. Dit is een vrouw die punnikt namen en dan mag ik elke keer de droogbloem erop maken. Het is echt super leuk. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet en voor de rest neem ik jullie de rest van de dag mee. Kijk, super mooi. Ze punnikt dit dan helemaal zelf, dus ze maakt het helemaal zelf. En ik ben het nu aan het opmaken in de
bijpassende kleuren. En vorige week had ik ook een hele mooie roze gemaakt. Met meer pastel. En dit is wat meer met lila. De winkel is weer lekker op orde. We hebben echt, ja, ik heb gewoon lekker veel boeketten gemaakt. Achter staat weer vol. Het was net even helemaal leeg, maar ik heb weer snel bijgemengd. En we hebben echt super mooie bloemen. Echt, het komt weer een mooie tijd aan qua bloemen. En nu ben ik bezig met pakketten, want voor volgende week heb ik een grote opdracht waarbij ik 120 DIY pakketten tegelijk ga versturen, bezorgen en ja, voor een bedrijf. Dus echt heel erg leuk. Een speciaal aangevraagde video. Dus heb je een bedrijf of werk je bij een bedrijf en denk je, goh, ik wil een leuk personeelsuitje. Dat kan ook. Stuur gerust even een mailtje. Dan kijken we wat er mogelijk is om een persoonlijk video te maken. Dus dat kan ook. En dus dat gaan we nu, daar gaan we nu mee verder. Ik heb gelukkig vandaag wat hulp. Dus gauw aan de slag. Ik heb ook nog weer allerlei leuke moederdag cadeautjes klaargemaakt. Leuke pakketjes met een plantje en een theetje. Ook heel erg leuk. En deze droogbloemen hierbij gemaakt in allerlei kleurtjes. En deze pakketjes ook met een thee en dan een plantje, heel leuk in terracotta kleur. En een leuk prijsje natuurlijk. En deze hebben we ook wel leuk nu binnen. Die vind ik zelf ook echt heel erg leuk. Met van die gezichtjes, vooral zo leuk bij elkaar. En we hebben natuurlijk de gewone pakketten, daar zijn we ook weer mee bezig. Dus daar zijn we allemaal aan het inpakken, dus die gaan ze ook weg op de post. En dan zijn er weer heel veel mensen blij. Zaterdag, de laatste dag van de week. En ik ben al bezig met bestellingen maken. Ik heb aardig wat bestellingen. Dus die ga ik eerst klaarmaken. En dan ja, gewoon weer lekker bezig in de winkel. De winkel staat er mooi bij. Het staat ook mooi vol. Dus we kunnen er weer tegenaan. Laatste dagje. Tussen tijd om te gaan sluiten en we hebben de pakketten klaar. Het zijn echt heel veel, maar blij dat het klaar is zodat ze bezorgd kunnen worden. En ik heb nog wat anders leuks gemaakt, dat wil ik nog even laten zien voor een speciale gelegenheid. Kijk, een heel mooi haarbandje. Ik moet nog even afwerken, dat is wel super leuk. Leuk toch? En zoals je achter me ziet is alles opgeruimd. Dus wij gaan weekend vieren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik een beetje heb gedaan. Het is soms een beetje lastig filmen omdat ik natuurlijk geen klanten film. Film ik tussendoor. Maar ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Heb je nou iets wat je graag wil zien in mijn werkdag? Of heb je vragen? Stel ze gerust hieronder. Vind ik heel erg leuk. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!